voor 6 maanden in een hospitaal werken als kiné. En is het ook de bedoeling dat ik mijn kennis van hier eigenlijk overdraag aan de kines daar. En ja, hopelijk kunnen wij van elkaar wat leren, dat hoop ik toch. En voor mij is het eigenlijk ook dat ik dan... ik hoop hen iets te kunnen bijleren van kiné hier, hoe dat wij het zien. En van mijn kant uit hoop ik dan eigenlijk ook wat meer over de Rwandese cultuur te leren kennen. Door er eigenlijk middenin te zitten. Ja. Omdat ik zo half Belgisch, half Rwandees ben, maar ik ben wel hier opgegroeid. En je kunt dat zo een beetje plastisch vergelijken van oké, ik besta zo uit 2 helften. En 1 helft ken ik alles van en de andere helft weet ik eigenlijk zo goed als niets van. En dat hoop ik wel, dat ik daar dat ik gewoon Rwanda ga leren kennen, hoe dat is. En ja, de cultuur en al de rest, want daar weet ik nu eigenlijk zeer weinig over. En er is, ja, dat is een deel van je identiteit dat je eigenlijk niet kent en probeert te leren kennen eigenlijk. Ik denk dat er nog altijd een groot verschil is met hier in de diaspora zijn in Europa leven dan effectief daar in Rwanda te zijn en het Rwanda van nu te leren kennen in al zijn aspecten. Dus als je dat kunt, zou ik dat zeker doen en daar niet over twijfelen. En dan ja, dat voor jezelf ook wel, denk ik, een meerwaarde kan zijn om te ontdekken wie dat bent, van waar dat je komt, ja, waar dan je roots zijn.